Zo, we beginnen met het voorgerecht van ons nieuwe menu. Dit is eigenlijk hoe we hem aanleveren. In een mooi zwart doosje. Alles hebben we eigenlijk voor jullie vooraf al geportioneerd. We gaan er samen eventjes doorheen. Dus hier hebben we het gemarineerde vlees. Dus per persoon verpakt. We hebben hier de cornichons alvast volgesneden. Dit is per twee personen. We hebben hier een mix gemaakt van salade. Dus dat is Little Jam en Frisé sla. Die is ook voor twee personen al geportioneerd. Dan hebben we een vinaigrette gemaakt van Saanse mosterd. We hebben een groene kruidenolie om straks mooi het gerechtje af te maken. We hebben wat rode uitjes. Die hebben we al gesneden. Die hebben we met sumac gemarineerd. Dus licht op zuur. Ze zijn gaar. En sumac, dat is een beetje net als saffraan, het stampetje van een bloem. Dat is eruit gehaald. Dat geeft een hele mooie aromatische smaak. Dat komt een beetje uit de Arabische keuken. We hebben van brioche hebben mooie croutons gemaakt. Die hebben we in bruine boter langzaam gebakken. Die zijn mooi krokant. En we hebben bressola. Eigenlijk straks om het gerechtje af te maken. En we hebben een crème gemaakt van eidooier. Straks om echt wat vettigheid in het gerechtje te brengen. Wat hebben we nodig voordat we gaan beginnen? Nou, ik heb twee borden. Ik heb een schaar straks om het bakje open te knippen. Ik heb om de salade neer te leggen heb ik een pincetje. En een paletje straks om het vlees in het midden van het bord mooi te centreren. En nog een kommetje voor de sla. Eigenlijk is alles al op smaak gebracht. Het enige wat we straks nog doen is de salade aanbrengen met de vinaigrette. Als ik dat van tevoren doe, dan verlept de sla helemaal. Dat zou zonde zijn. Het vlees haal ik eigenlijk de zijkanten los. En leg ik hem, plaats ik hem in het midden van het bord. Dan kunnen we de rest daar straks mooi omheen opbouwen. En bovenop. Ik vind het zelf mooi, omdat we met een rondje werken, dat we ook in een rond bord werken. En dat komt echt, dan komt het straks mooier uit in het gerecht. Dus dan beginnen we met de crème. Die spuit ik mooi zigzaggend over het vlees heen. Dan heb je precies mooi verdeeld. Dan heb je bij elke hap dezelfde smaakbeleving. Daarop leggen we de cornichons. Dan heb ik de sla, die doe ik dan in een kommetje. Vervolgens doe ik daar de vinaigrette overheen. En dit doe ik lekker mengen. Kijk, het pittigje van die mosterd, dat geeft echt die mooie smaakbalans straks. Verdelen we de sla mooi over twee bordjes. Dan kunnen we daarop de rode ui leggen. Dan ga je ook mooi de hoogte in. Dan leggen we wat croutonnetjes erop. Geeft het krokantje in het gerecht. Mag een beetje speels natuurlijk. Dan hebben we een klein beetje olie om het gerechtje heen. Dresseer ik dat.
En om het gerechtje af te maken, hebben we wat bresaola gesneden. We hebben voor de bresaola ook naar een mooie vetmarmering gekeken. Zodat we echt die balans hebben tussen een hele mooie frisse salade. Het zuur van de ui eigenlijk, omdat die gemarineerd is. Het mooie vettige van de crème en van het vlees. En het krokantje van de brioche. Beter kunnen we niet beginnen.